Hallo allemaal. We gaan vandaag geen boek lezen, maar we gaan kijken naar een boek. Wat zien we nou aan een boek? En hoe moeten we een boek lezen? Dat heet boekoriëntatie. Ga maar eens kijken. Op de voorkant, daar zien we een afbeelding, een plaatje. Maar we weten nog niet waar het over gaat. Maar misschien kun je het al een beetje zien. Waar gaat het over? Waar gaat dit boek over? Wat zie je op de afbeelding? Ja, ik hoor het al, denk ik. Over mij! Ja, je hebt het al een beetje verklapt. Ja, dat ben ik! Ja, inderdaad, dat ben jij. Jij staat op het boek. Ja, ik ben hier! We weten het, het gaat over deze poes. Maar wat doet die poes? Kunnen we dat zien? Ja. Jij niet, de kinderen moeten nadenken. Ga maar nadenken, kinderen. Wat gaat die poes doen? Oh, jullie weten het al. Hij heeft een mes, hij heeft een lepel en hij heeft een vork. En een slabbetje om. Wat gaat die poes dus doen? Ja, natuurlijk. Hij gaat eten. Hier zien we het ook al. Hij gaat eten. En we weten dus nu, dit is een boek. Wat gaat over een poes die gaat eten. Maar dat is de voorkant. Nu heeft het boek ook nog een achterkant. Poes, help maar mee. Hé, kijk nou. Er staan allemaal plaatjes op de achtergrond. Het gaat volgens mij ook nog, Poes, over andere dieren. Ja, Poes knikt van ja. Het gaat ook nog over andere dieren. Want soms staat er op de achterkant een klein verhaaltje. En dan kun je zien, hé, daar gaat het boek over. Dat boek wil ik wel kopen in de winkel. Maar bij dit boek kunnen jullie zien, is dit nou een leuk boek? Ja hoor, ik zie een aap, ik zie een pelikaan, ik zie een olifant en een stekelvarken en een slang. En ik zie een kat of een poes, of misschien is het wel een puma of zo. En ik zie een vos. En volgens mij houden ze van eten. Dus dit boek gaat over eten. Dus we hebben de achterkant gezien en de voorkant. En dan heeft het boek ook nog een band. Hier zien we de titel. Hé, dit, wat eten we vandaag, staat ook op de voorkant. Wat eten we vandaag? Deze letters, die vormen samen een zin. Wat eten we vandaag? Dat is de titel, hè Poes? Ja, dat is de titel. Dus Poes, wat eten we vandaag? Poes weet het geloof ik nog niet, want er staat een vraagteken achter. Dan weet je het nog niet. Als we dus het boek gaan lezen, kijk je eerst naar de voorkant. Daarna kijken we naar de achterkant. Dan kijken we naar de band, want als die in de kast staat, zien we alleen maar dit stukje. En dan kan ik toch denken, dit boek wil ik lezen, want ik zie het aan de titel. En dan staat hier nog de schrijver, degene die het verhaal gemaakt heeft. En hier degene die het boek gedrukt heeft, degene die het boek gemaakt heeft. Dat is de uitgeverij. Een boek begin je altijd aan de voorkant. Dan slaan we hem om. En dan kom je op de eerste twee bladzijden. Daar staat heel vaak nog niks. Dit is een bladzijde. En je slaat één voor één de bladzijde sla je om. Dit is een bladzijde. En je moet natuurlijk niet meer bladzijden tegelijk omslaan, maar één voor één. We gaan naar de volgende bladzijde. En daar zie je alweer wat plaatjes, maar nog geen letters om te lezen. Want een plaatje en de letters, dat is samen het verhaal. Ik zie hier alleen nog maar plaatjes. Ik zie wel die hond, die loopt met een lepel in zijn bek. En die papegaai, die vliegt met een mes. En ik zie dat die poes, die heeft een vork. Net als op de voorkant. Ik word nou wel steeds nieuwsgieriger. We hebben nu de eerste bladzijde omgeslagen en dan gaan we de volgende bladzijde omslaan. Daar zien we de titel weer terug. Wat eten we vandaag? De schrijver is Erik Karl. En dit boek komt uit een ander land, want het is in het Nederlands vertaald.
En hieronder zie je de uitgeverij. Dus hier zie je alweer, het gaat over eten. Dus we slaan elke keer één bladzijde om. Je leest het boek van voor naar achteren. Dan gaan we nu naar het verhaal. Hier zie je, dit heet de tekst. Dit is een regel. Vandaag is het maandag. Dan zie je dat het een regel is. En elke keer als je een woordje hebt, komt er een leeg stukje. En dan komt er weer een woordje, dan weer een leeg stukje. Dan komt er weer een woordje, weer een leeg stukje. En dan komt er weer een woordje. Dus er staat, vandaag is het maandag. Dat is één regel. Want deze tekst is samen met het plaatje het verhaal. Vandaag is het maandag. Wat eten we vandaag? Op maandag boontjes. Daarom zie je boontjes. Zie je met het stekelvarken. Het stekelvarken eet op maandag boontjes. Dus nou weten we dat het boek gaat over dieren en wat ze eten. En op welke dag ze dat eten. Nou sla je als je verder gaat lezen elke keer één bladzijde om. En je leest elke keer weer de tekst erbij. En je slaat weer een bladzijde om. En je leest de tekst, want het hoort bij elkaar, de letters, de tekst. En je slaat weer om en je leest de tekst. Je slaat weer om en je leest de tekst. Je slaat weer om en je leest de tekst. En dan komt hier dan nog een liedje achteraan. Wat eten we vandaag? In dit liedje kun je samen met papa of mama zingen of met de juf. En dit is zoals je het moet zingen. Hier staat precies, vandaag is het maandag, wat eten we vandaag? Op maandag boontjes, dat lusten we zo graag. Op maandag boontjes, dat lusten we zo graag. Dus dat is, heet dan het eerste couplet. En dan, als het liedje geweest is het boek afgelopen. Dan zijn we aan de achterkant van het boek. We lezen het boek van voor, helemaal alle bladzijden omslaan naar achteren. En we lezen elke keer de tekst. We kijken naar de regels, naar de woorden, de letters en de zinnen. Totdat we achteraan zijn. Zo lezen we een boek. Tot de volgende keer.